So het ons twee verbruiksfunksies, CS100 plus 0.75 besteedbare inkome, 500 plus 0.75 besteedbare inkome. Vraag is, wat is die rede vir die verskil tussen hierdie funksies? En die een vraag is dan, het dit dalk te maak met die grensverbruiksgeneigtheid? En as ons kyk, sien ons natuurlik nie, die grensverbruiksgeneigtheid en die bepaalde twee funksies is precies dieselfde. So dit is nie die rede vir die verskil tussen die twee funksies. Ja, nee, om te vraag, het dit te maak met die besparingsgeneigtheid, klein s, en weer eens wel, in beide gevalle is die besparingsgeneigtheid 0.25. Nou, die helling van die krommes is dieselfde, en so dit is nie waar die verskil lê nie. Soos julle kan sien, lê die verskil natuurlik in die autonome besteding. En enige van daai faktore wat autonome besteding beïnvloed, kan die rede wees vir die verskil tussen die twee verbruiksfunksies. En hier word geluid dat dit te doen met die rijkdomspositie van die huishoudings. In ieder geval kan dit een oorzaak wees by die verskil, met andere woorde, hierdie huishouding het een groter rijkdom as hierdie huishouding, en met andere woorde, hulle sal meer kan besteed aan verbruiksbesteding. Die andere rede is natuurlijk toegang tot krediet, en weer eens, hierdie huishouding het heel moontlik een groter toegang tot krediet as hierdie huishouding.